Welke locatie staat sowieso op jouw lijstje? Vaste winkel. Dat weet ik nog niet. We zitten te kijken. Want natuurlijk New York wou natuurlijk. Azië natuurlijk ook heel leuk. Maar Afrika lijkt me ook heel tof. Maar is eigenlijk maar een winkel in dat soort landen met internet nog nodig? Ja, maar ik bedoel, het gaat om dan de brand. En mensen willen de brand hebben. Dus dat zal, maar dat gaat allemaal gebeuren. Maar ik denk meer van, wat zou het leuk zijn als ik bijvoorbeeld een eigen bejaardentehuis zou maken? Ik denk aan hele andere dingen. Ik denk aan, wat een keer hadden we ook... Jan Slachter stiekem. Nee, yo, for real man. Die shit is echt crazy. Stel je voor dat je eigen... Nee, dat heb je niet. En je een bejaardentehuis met zeg maar people from the culture of whatever. Of weet je, Amsterdamse gasten. Dat heb je niet. Dat zou toch tof zijn? Wij hadden een keer hadden we, er was een guy bij de Nieuwmarkt die verkocht kippen, roosterd kippetjes. Hij was de beste van heel Amsterdam. Ik kwam hier ook Tim, kwam ik erachter. Tim, mijn broertje. Hij zegt, Ed, luister, er is een guy. Op maandag zit hij en op woensdag zit hij. De beste kip. Je moest bestellen om 12 uur. En om 5 uur, als je daar langs liep, die kippen draaiden en je wou het hebben, kon je niet krijgen. Toen waren wij op een gegeven moment, waren we die kippenkar wilden kopen. Met die guy erbij. Met je patakip. Ja, nigga, true story. Ja? Ja, we waren patakip. Waren we maar waarom niet? Zijn kippenkar werd gestolen. No. Toen wij bezig waren in de onderhandeling met zijn kippenkar. En toen had hij wou niet meer en het was heel gedoe. En we wouden hem, wouden we echt hebben. Want ja, hij zegt van oké, dan kan ik de reset kan ik. Hij zegt nee, doe het. We willen jou. Dan heb je ook een pensioen. Want we gaan deze shit, je weet niet wie wij zijn. Maar we gaan jou daar neerzetten. Maar dan hebben we hem. Dat waren niet meer zelf. Want zijn recept, geloof me nou maar. Gasten kwamen, ik wist nog, de eerste keer dat ik daar was. Het ding was in de rij, man. Rox van THC. Hij woont in Noord. Nigga was gewoon daar. Kijk man. Hij zei yo. Je komt voor die kip, hè? Yo, maandag. Shit is crazy. Maar die kip, we zouden die kip weer helemaal niet zijn.